In deze aflevering van Tiel aan tafel één gast en dat is burgemeester Hans Peenakker. Aan tafel Hans Peenakker, in een bijzondere tijd. Hans, van harte welkom. Dankjewel. En we zitten ook op een bijzondere plek, dat is namelijk jouw eigen werkkamer. Klopt, ja. En dan omgebouwd tot studio. Blijft altijd een hele mooie plek om te werken overigens. Dat zijn jouw woorden en dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Coronatijd, dat is eigenlijk het thema, corona, waar we over praten. Blijft lastig. Ja, het is natuurlijk ik zou zeggen een bizarre periode die we al sinds half maart inzitten. Enerzijds omdat het gewoon al heel lang duurt. Hè. Je hebt natuurlijk bij een andere crisis, die is over het algemeen veel korter. Dat hebben we nog nooit meegemaakt dat het zo lang duurde. En ook wat het gewoon heel bijzonder maakt, is dat het iedereen raakt. Dus het laat je ook eigenlijk nooit los. Dat merk ik zelf als burgemeester ook. Je bent natuurlijk aan de ene kant vanuit je werk, ben ik daar heel erg, daar gaan we zo nog over hebben, mee bezig vanuit mijn verschillende rollen. Maar privé raakt het je ook, zoals het iedereen raakt. Heb jij ook wel eens zoiets dat je denkt van, joh, trek het eigenlijk niet, ik ben er niks aan? Nou ja, zo zwaar is het niet. Maar heeft de burgemeester van Tiel wel eens een kort lontje thuis? Ik denk dat ik heb wat iedereen een beetje op momenten heeft van, we zijn eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van, goh, ik wil eens even na een drukke dag even lekker uit eten met de kinderen. Of ik wil, mijn jongste dochter woont in Amsterdam op kamers, ik wil dus even de stad in. Dat maakt niet uit, hè? Iedereen heeft daar verschillende ideeën bij. Maar ja, het kan allemaal niet. Nee. En ik denk dat iedereen zo langzamerhand wel het gevoel heeft van, nou, het mag wel een keer klaar zijn. Alleen, dat, ja, het schiet dat niet. Dat niet kan, dat heeft best wel impact, hè? Ja, dat heeft. Ja, zeker. En kijk, wat je ook ziet is dat de impact is heel moeilijk vergelijkbaar met elkaar. Dat kun je heel moeilijk wegen. Kijk, voor een horecaondernemer is het natuurlijk vreselijk wat er gebeurt. Die mist heel veel inkomsten, heeft zorgen of hij zijn bedrijf overeind kan houden. Maar er zijn ook mensen die, waar hun moeder ziek wordt en overlijdt aan corona. Er zijn studenten die een hele eerste jaar in rook zien opgaan en geen introductie hebben, et cetera. Maar dat kun je heel moeilijk met elkaar vergelijken. Voor die studenten die alleen ergens op een kamer zit en geen andere student ontmoet, is dat voor hem of haar vreselijk. En voor die ondernemer is waar hij in zit ook heel naar. En zo wordt eigenlijk iedereen hier heel erg door geraakt. En dat maakt het zo bijzonder. Even projecteren op de gemeente. Maak je ook zorgen om die gemeente drijvende te houden als bedrijf? Nou ja, wat we doen is, we proberen ons een heel goed beeld te vormen. Wat speelt er nou bij ons in de samenleving? En die impact, die zetten we ook in een zogenaamde impact monitor, die we ook naar de raad toe sturen. Dat is eigenlijk dat we kijken van, joh, wat speelt er nou binnen sport, binnen de horeca, de economie in Tiel, gezondheidszorg, waar lopen we tegenaan? Maar ook ben je op dit moment zo klaar, maar ook financiën, maar ja, vooral ook kijken van, wat is de impact op de verschillende sectoren in onze samenleving en wat kunnen we daar als gemeente ook aan doen? Precies. Toen de horeca bijvoorbeeld weer open kon van de zomer, hebben we al nagedacht, hoe kunnen we nou ondernemers helpen binnen de maatregelen? En dat is bijvoorbeeld dat idee van winterterrassen. Nou, helaas kan dat nu niet, want alles is dicht. Maar we zijn wel voortdurend aan het kijken bij het sporten. Toen het sporten weer kon, zijn we met sportverenigingen overleg gegaan van, nou, wat kun je op zo'n sportvereniging, hoe kun je zo'n sportvereniging zo inrichten dat je met 1,5 meter, et cetera, toch activiteiten goed kunt organiseren. Zo zijn we eigenlijk heel breed in de samenleving daarin bezig. En we kijken natuurlijk ook van, ja, op langere termijn, hoe kunnen we sectoren, gelukkig zijn er natuurlijk allerlei steunmaatregelen vanuit het Rijk, rechtstreeks naar ondernemers, maar ook naar ons als gemeente. Voor een schouwburg bijvoorbeeld, voor een cultuurcentrum, voor een zwembad. En hoe staat het daarmee? Dat proberen we natuurlijk ook in beeld te brengen en te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen. Hoe staat het met die cultuursector op dit moment? Als praat over daar niet over dan bijvoorbeeld. Is dat weten ze toch niet te overzien? Nee, al deze sectoren hebben natuurlijk ontzettend moeilijk nu. Wat ik zie vanuit de impact die het heeft, zie ik ook dat het heel belangrijk is dat we daar als gemeente ook echt aandacht voor hebben. En niet alleen maar door het op papier te zetten en in beeld te brengen, dat is ook belangrijk. Mm-hmm.
Maar vooral door zeg maar, met onze voeten in de samenleving te staan. En met wij bedoel ik dan de wethouders en ikzelf vanuit het college. Je hoort op dit moment van waar zijn ze? Burgemeester Beenakker, die zien we nog wel, maar waar is de rest? Ze zullen ongetwijfeld zijn en hun dingen doen. Maar het zichtbaar maken is natuurlijk lastig. Ja, nou ja, wat natuurlijk lastig is voor ons. Normaal leggen wij natuurlijk contact en dan ga je langs. Dan ga je naar een verpleeghuis toe of je gaat naar een sportvereniging of je gaat praten met mensen. Maar ja, je wil het aantal contacten natuurlijk zo min mogelijk hebben. Dus wat we doen is dat we zoveel mogelijk kijken van nou, wat kan wel? Daar heb ik natuurlijk ook als burgemeester een beetje vooruitgeschoven rol in als voorzitter van de raad en als toch een beetje het gezicht van de gemeente. Zo werkt dat toch bij de burgemeester. Dus die is niet zo gek dat je mij wat vaker daarin ziet. Maar ook de wethouders hebben daar een belangrijke rol in. Door de telefonisch contact hebben zij met hun eigen, binnen hun eigen portefeuilles, met sportverenigingen, met scholen. Marcel Melissen die als wethouder onderwijs is nu eens met scholen belt en zegt hoe gaat dat nu met thuisonderwijs en deels ook op school eindexamenklassen. Dus die contacten lopen er wel degelijk. Misschien inderdaad niet altijd voor de inwoners zichtbaar, maar iedereen is vanuit zijn eigen discipline daar heel erg mee bezig. En ik vind het vooral belangrijk dat we laten zien dat we begrijpen dat die impact heel groot is. Dat we op allerlei manieren de aandacht voor hebben. Dus, en dat, nou ja, om voorbeeld te noemen, ik ben met een hoogwerker bij Walfsteden geweest om naar mensen te zwaaien en gewoon te laten zien van, hey, ik ben er ook voor jullie. Ik heb eigenlijk elke week contact met het ziekenhuis. Niet omdat ik nou ga over de aansturing van het ziekenhuis, maar gewoon vanuit mijn rol als burgemeester van dat ik begrip en aandacht heb voor wat er speelt. Mm-hmm. Kun je in deze tijd als burgemeester verschil maken, als persoon, om iets te forceren of te regelen? Heb je een voorbeeld? Ik denk dat zeker kan. Ik merk dat, het hebben van aandacht, en dan ben ik natuurlijk namens de gemeente, mm-hmm. Ik merk dat dat wel heel erg gewaardeerd wordt. Ik heb gisteren Verelo bijvoorbeeld even gebeld, die waren met vaccinaties begonnen. Het is vaak een kleine moeite om even te bellen of om even mee te doen in een digitale teamsessie. En ik merk dat verenigingen, instellingen, inwoners, ondernemers dat wel heel erg waarderen, dat die aandacht er vanuit de gemeente is. Heb je zicht op, als we het over vaccineren hebben, hoe dat gaat in onze gemeente in Tiel? Ja, er is natuurlijk een heel vaccinatiebeleid mm-hmm. dat loopt vanuit het Rijk, vanuit de Rijksoverheid. En dat wordt hier langzamerhand nu ook uitgerold. Dus daar hebben we wel inderdaad wel goed zicht op. Hoe zit het met bestuurders en vaccineren? Nou ja, ik zit in de categorie die het laatst komt, zo'n beetje. Dus wacht het af. Nog even wachten. Ja, het is niet zo dat de bestuurders naar voren gehaald worden. Wij gaan gewoon afhankelijk van onze leeftijd en gezondheidssituaties draaien we in de verschillende groepen. Ja, je bent onlangs mee. 29 geworden, dus dat is nog even dank wachten. U. Ja. Ja. Goed, het is geen mooie tijd, maar er is licht in de tunnel. Ja, nou misschien is het ook nog wel erg goed om te zeggen, want ik heb natuurlijk vanuit die rol van waar we het net over hadden, het is gewoon belangrijk om aandacht te hebben van wat speelt er in de samenleving. Mm-hmm. En met heel veel met mensen en organisaties in gesprek te zijn. En dat moet dan nu vaak wat op een andere manier dan je gewend bent, helaas. Maar ik heb natuurlijk ook nog een rol als in de leiding van de crisisorganisatie. Mm-hmm. Want het is een crisis waar we in zitten. Daar moeten ook gewoon heel veel maatregelen uitgevoerd worden. Mm-hmm. Die landelijk besloten worden. En daar heb ik, daar geef ik leiding aan de crisisorganisatie in onze eigen gemeente in Tiel. En ik zit ook in de veiligheidsregio, waarin ik met mijn collega's onder leiding van Hubert Bruls leiding geef aan wat er in de veiligheidsregio gebeurt. En daar ook met elkaar stemmen wij ook heel veel zaken daarin af. Ja, ik zei licht in de tunnel, hè? Aan het einde van de tunnel. Je zei net in het vorige gesprek, had je een mooie vergelijking. Als je licht aan het einde van de tunnel ziet, dat betekent dat je nu in het donkste stukje zit. Nou ja, dat is dus licht in de tunnel in die zin. Precies, is dat beter. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Hè. We zien eigenlijk nu, gelukkig maar, het licht naderen. Hè. Dus we zijn aan het vaccineren, zoals je net zelf aangaf. En dat gaat best wel rap.
Dus, ja, maar er wordt van alles geroepen. Hè? Van, is dat vaccinerende? Is dat nou wel een teken om weer naar normaal te gaan? Ja. Of niet? Wanneer komt dat eind? Hoe ziet Hans Beenhakker, dus afgezien van die burgemeestersrol, hoe ziet hij dat eind? Nou ja, kijk, het is ongetwijfeld zo dat straks, als straks hele grote groepen gevaccineerd zijn. En dat begint natuurlijk nu al met de oudere kwetsbare inwoners. Nou, dat gaat natuurlijk al een enorme druk schelen bij de ziekenhuizen. En als straks ook de grote groep gevaccineerd gaat worden. Ja, dan gaan we echt wel weer terug naar een normale situatie. Ja. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Wat het nu zwaar maakt, is dat we eigenlijk, terwijl we het licht zien, voor ons gevoel allemaal, de maatregelen steeds zwaarder worden. En we hebben natuurlijk de zorg over dat de Engelse variant komt. Mm-hmm. Nou ja, wat we niet willen doen, is dat wat we in de eerste golf meegemaakt hebben. Hè, zegt het kabinet terecht van ja, laten we dan niet te laat zijn. Hè, dat als straks de golf er vanheen komt, dat we zeggen van nou, hadden we maar eerder ingegrepen. We zitten al in een harde lockdown. Dat is natuurlijk, dat scheelt al een hoop. Maar nou ja, laten we kijken of met zo'n avondklok bijvoorbeeld, hoe zwaar dat ook voor iedereen is, toch proberen die derde golf af te wenden. Terwijl we tegelijkertijd inderdaad het straks rond de zomer in een veel gunstige situatie gaan komen. Dus we moeten even deze maanden door met elkaar, dat is het eigenlijk. Je sprak net over die Britse variant. De Tielse variant, heeft Hans Beenhakker, de burgemeester, daar ook over nagedacht? En dat bedoel ik in de zin van, wat kunnen we als gemeente nog meer doen? Ja, natuurlijk. We zijn, doordat we in verbinding zijn met wat er in de samenleving gebeurt, kijken we iedere keer van niet alleen dat het belangrijk is dat we daar aandacht voor hebben, maar ook wat kunnen we betekenen. Dus wat kunnen we betekenen voor ondernemers nu, mm-hmm. Als ze straks weer open kunnen, voor verenigingen. En wat we heel belangrijk vinden is dat we, daar hebben we ook de kaartenactie bijvoorbeeld voor gestart, dat we ook anderen inspireren in de samenleving om de verbinding met anderen te leggen. Iedereen, wat is die, wat behelst dat nog even voor mensen die dat niet weten? Nou, heel veel maatschappelijke instellingen hebben we een pakketje kaarten gestuurd met een hart onder de riem, met het gedicht van Fred Echink erop. Eigenlijk met de vraag van, goh, enerzijds, hè, er zit een brief bij van mij namens het college van, enerzijds van, nou, we snappen dat jullie allemaal in een hele lastige situatie zitten. Mm-hmm. Ik kan niet open met de wijkorganisatie. Je wil eigenlijk allemaal contactactiviteiten organiseren, dat kan niet. En je ziet ook dat mensen eenzaam zijn of mensen problemen hebben. En nou ja, we proberen eigenlijk mensen te helpen om daar ook aandacht voor te hebben naar elkaar toe. Dus als iedereen elkaar nou eens een kaartje stuurt of elkaar belt, en gelukkig gebeurt dat ook heel veel, dan spreidt het zich die aandacht ook als een olievlek uit. Dat is een mooi gebaar en tevens een initiatief om niet alleen maar het negatieve te belichten, maar ook het precies, het hoopvolle te laten zien. En nou ja, we hebben dat ook gedaan met de flipje boekjes die we hebben verspreid onder verpleeghuizen. Dat werd ook heel goed ontvangen. Dus zo doen we de zomeractie die we gedaan hebben met foto's maken van je favoriete plekken in Tiel met de wedstrijd. Zo proberen we ook gewoon iets positiefs aan te verbinden. Ja, en wat ik heel knap vind, en daar heb ik heel veel respect voor, is de enorme creativiteit die vanuit de samenleving komt om inderdaad elkaar op te vangen, elkaar op te zoeken. En dat heel veel Tielenaren zich, ondanks het feit dat het hartstikke moeilijk is voor iedereen, zich eigenlijk heel goed aan de maatregelen houdt. Wie had gedacht dat scholen dicht zouden moeten gaan, dat horeca dicht zou moeten gaan en dat dat, het is niet zo dat horeca nu in één keer open gaat terwijl het niet mag. Dus iedereen is er heel erg van doordrongen van de ernst van de situatie. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Die krijgen dan vaak aandacht. Ook in de media. Maar je ziet eigenlijk dat de meeste mensen zich hier heel goed aan houden. Het heel moeilijk vinden. Ik zeg, gaf zelf wel aan. Ik vind het zelf ook best wel heel moeilijk. Maar even overtuigd zijn dat dit echt nodig is om er met elkaar uit te gaan komen. Je ziet dat allerlei bevolkingsgroepen moeite hebben, steeds meer moeite om hun hoofd gewoon boven water te houden. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook in psychisch opzicht. Praten we over verslavingszorg en dan ga zo maar door. Is daar zicht op hoe dat gaat? Nou, dat proberen wat gebeurt er achter die voordeur? Ja, daar proberen we natuurlijk wel al veel mogelijk zicht op te krijgen. Maar zoals je zelf al zegt, het zit natuurlijk vaak achter de voordeur. En
ja, die voordeur is zeg maar in figuurlijke zin of letterlijke zin nu dicht. Hè? Mm-hmm. Want mensen natuurlijk mensen minder zichtbaar zijn, thuis zijn. Zowel in gezinssituaties als mensen die eenzaam zijn. En dat is wel een van de aandachtspunten ook voor het vervolg. Hè? Dus als we straks allemaal gevaccineerd zijn en dan zijn we in ieder geval van corona af. Maar dan hebben we natuurlijk nog wel een aantal gevolgen waar we ook mee te maken hebben. Ondernemers die het moeilijk hebben. Mensen die in de gezinssituatie zitten waar misschien de spanningen heel erg opgelopen zijn. Eenzaamheid die misschien zijn effect heeft. Jeugdige jongeren. Die door alle omstandigheden, dan misschien achterlopen met onderwijs, et cetera. Nou ja, daar proberen we al zo goed mogelijk in beeld te krijgen. En dat is ook belangrijk dat de gemeente daar ook aandacht voor heeft. Oftewel, werk genoeg te doen in deze tijd, als je dat vergelijkt met een jaar geleden? Ja, dit had natuurlijk nooit iemand kunnen voorspellen. Gelukkig maar trouwens. Maar het blijft natuurlijk bizar om dit mee te maken. We gaan hier met elkaar uitkomen. Daar ben ik echt van overtuigd. En nogmaals, het is fantastisch om te zien wat de veerkracht ook is van de samenleving. Dat vind ik echt. Als je ziet wat mensen allemaal oppakken. En dat is niet alleen de zorg waar keihard gewerkt wordt. Maar ook ondernemers, mensen die elkaar helpen, mantelzorgers. Dat is echt fantastisch om te zien. Daar krijg ik echt een heel warm gevoel van. Maar het is lastig ook voor iedereen. Ja, het piept en het kraakt wel. En de gevoelens die negatief zijn, komen wel steeds meer naar boven. En dat is op zich logisch. Nee, klopt. Je ziet toch dat mensen een wat korter lontje gaan krijgen. Omdat het zo lang duurt. En omdat die maatregelen natuurlijk helaas nog niet kunnen versoepelen nu. En dat is ook naar de toekomst natuurlijk wel belangrijk. Hè? Dat we niet zodanig gaan verharden naar elkaar toe dat we daar straks nog heel veel last bij blijven houden in de toekomst. Dus het is echt even doorbijten, aandacht voor elkaar hebben. Wij proberen daar zoveel mogelijk in te helpen. Ik ook vanuit mijn rol. En dan gaan we daar met elkaar fantastisch goed uitkomen. En het voordeel is straks dat we al die mooie evenementen die we in Tiel hebben, mooie activiteiten, denk ik nog extra gaan waarderen als dat weer straks opgestart wordt. En mocht dat dan niet zo zijn of hulp nodig, dat er hulp daarvoor moet komen, kunnen ze dan aankloppen bij die gemeente? Ja, onze financiën zijn natuurlijk niet eindeloos. Gelukkig krijgen we steun van het Rijk. Maar we gaan wel proberen zoveel mogelijk ondernemers, evenementen, organisatoren. Want het wordt weer spannend, hè? Als het gaat over Appelpop. Tuurlijk. En waar we kunnen, proberen we gewoon echt te helpen. Want we willen natuurlijk ook zo snel mogelijk weer in de normale situatie in Tiel terechtkomen. Waarin we weer leuke dingen georganiseerd kunnen worden. Nou, misschien kunnen we samen nog wel eens elkaar treffen dan bij Appelpop op zo'n mooie tribune. Met een biertje in de hand. En dan niet op 1,5 meter. Drinken we even een biertje op en dan kijken we terug op dit jaar. En dan zeggen we, nou, dit was wel heel bijzonder. Maar gelukkig hebben we het achter de rug en zijn we er goed doorheen gekomen. Nou, dat gaan we dan maar allebei maar vasthouden. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan.